Als het goed is, hebben we nu onze volgende gast aan de lijn, de heer Henk Ramdan Dalal. Ja. Ja, Henk. Ja, kun je me horen? Ja, ik hoor jou perfect. Ja, prima. Laten we meteen van start gaan. De verkiezingen komen eraan volgend jaar. 25 mei 2025. Waar staat de PALU voor en waar kan de PALU het verschil kunnen maken? Nou, het is nu al duidelijk dat deze regering het heel slecht doet. In alle opzichten. We hoeven daar, zo bijna kunnen zeggen, geen woorden aan vuil te maken. Ja. Het wordt met de dag alleen maar erger. En als we dachten dat het niet gekker kon, kan het met de dag gekker. Ja. Maar de oplossing zit er niet in dat we teruggaan naar de vorige regering. Ja. Omdat wat er nu gebeurt, is slechts in het verlengde van wat de vorige regering deed. Ja, dat is de beleving van velen hoor, van vele mensen. En dat is dus duidelijk, dus dat teruggaan naar de vorige regering geen oplossing biedt. En dat is dus de reden waarom we dus in een vroeg stadium, als een van de eerste politieke partijen, een inhoudelijk verhaal hebben geproduceerd van wat moeten we doen met Suriname. Ja. Als we dus met de verkiezingen van volgend jaar aan de macht komen. En dat is dus vervat in wat we noemen een PALU-concept. En dat PALU-concept is dus op de website te vinden. Het is ook breed in die samenleving op diverse momenten naar buiten gebracht. En we zijn bezig dus nu een pamflet daarover te schrijven, te produceren, waarmee we dus huis aan huis zullen gaan. We zijn op dit moment bezig ook tegelijkertijd natuurlijk onze verkiezingsorganisatie neer te zetten. Ja. En wat we zien dus in het veld is dus dat het verhaal van de PALU heel goed aankomt in die samenleving. Okay. En zeker ook op zien van wat de regering de laatste tijd aan het doen is. Dat het duidelijk maakt. Maar ook als we kijken dus wat de oppositie aan het doen is. Het lijkt bijna alsof ze al afspraken met elkaar hebben gemaakt. Ja. Je bedoelt de oppositie en de coalitie. Ja, dat de oppositie en de coalitie afspraken hebben gemaakt. In diverse kwesties zie je dat. Je moet eigenlijk wel zien, hè, dus die lijn. Een eerste kwestie was al de Pan-American kwestie, wat we zo hebben betiteld, waar een ondernemer die op Noord-Paramaribo huizen heeft gebouwd, achteraf een declaratie indiende bij de president en de minister van Openbare Werken vervolgens zich in bocht heeft gewrongen. Ja. Zeg maar regels, alle wetten, alle grenzen van wetten heeft overtreden om deze aannemer gewoon uit het niets $8 miljoen te betalen. Daarvoor zag je al dat, overigens in die kwestie van Pan American, hebben we hele zwakke reacties gezien vanuit de oppositie. Men heeft nagelaten, bijvoorbeeld, om gewoon duidelijk een streep te trekken en een motie van wantrouwen in te dienen in het parlement. Dat de PHP-fractie dat niet heeft gedaan, dan zou je zeggen, oké, dat begrijpen we. Maar we hebben dat niet gezien vanuit de oppositie. Er is nog maanden daarna vanuit de oppositie uiteindelijk een soort algemeen ding heeft de NDP ingediend, waarvan we van tevoren wisten dat dat niet kamerbreed gedragen zou worden. Een soort algemeen motie van wantrouwen tegen de president vanwege het gevoerd beleid. Maar we zagen al ervoor dat men kamerbreed de verhoging van de bijdrage van politieke partijen kamerbreed doorvoerde. U bedoelt het bedrag van 1 miljoen en daarboven? Precies. Ja, maar alleen de BEP heeft hier tegen gestemd in het parlement. Alle andere partijen, coalitie- en oppositiepartijen, hebben ervoor gestemd, behalve de BEP. Begrijp je? Dus heeft men al afspraken lopen of zo? Weet je, dus al daar zie je dat er kennelijk overeenkomsten bestaan tussen de politieke partijen die kennelijk elkaar de hand boven het hoofd houden. En nu hebben we onlangs een kwestie gehad van wat we noemen de herinrichting van het Hogerhuisstraat. Ja. En een nieuwe brug die gebouwd zal worden daar over het Salamakkanaal. Mm-hmm. Dat er vroegtijdig informatie is gelekt vanuit het ministerie van Openbare Werken naar een ondernemer. Ja. En eigenlijk is de kwestie zo zodanig serieus dat de
minister van Openbare Werken en de eer aan zichzelf zou houden in andere landen. Waar er sprake is van wat we noemen een goed functionerende democratie. Zou de minister allang hebben gezegd, hey, ik bedank hoor, want dit is eigenlijk te gortig dat dat onder mijn verantwoordelijkheid heeft plaatsgevonden. Maar wat je ziet is dus dat die minister totaal geen zelfwaarde kent. En zelfs ertoe overgaat om leden van de pers te bedreigen. Maar, oké, dan zeg je van, we kennen inmiddels de minister van Openbare Werken, we kennen inmiddels de president. Maar dan zie je dan ook in deze kwestie harde standpunten vanuit de oppositie uitblijven. En niet alleen de oppositie, we horen de laatste tijd allerlei leden van de ABOP, de coalitiepartner van de VHP, de ABOP, die allerlei vinger wijzen naar de VHP. Dus dan zou je verwachten van, ja, hier nog, dit is eigenlijk een reden om hun ontevredenheid, om dat vorm en inhoud te geven. Daramungra, die was heel scherp in zijn kritiek vorige week. En die zei van, ja, de minister heeft te maken met alleen maar incompetente en corrupte ambtenaren. En het is een enorme chaos en een bende, zei hij. Ja, maar het heeft niet te maken met een minister heeft te maken. Het is de minister die daar verantwoordelijk voor is. Dus uiteindelijk zou hij dan benoemd. Begrijp je dus? Het is bewust een gevoerd beleid vanuit de leiding van het ministerie van Openbare Werken. Wat maakt dus dat op dit moment er je grote vraagtekens kan plaatsen. Achter wat we noemen, wat de IDB heeft genoemd, de integriteit van beleidsmakers. De IDB heeft het heel netjes geformuleerd van dat er sprake is van een integriteitsvraagstuk. Ja, maar dat eigenlijk zegt de IDB, na forma is doordrapen in openbare werken, in gewone taal, om het even zo te noemen. Ja, maar Henk, maar dat betekent dus dat de ambtenaren het voor het zeggen hebben en niet de minister. Is dat zo? Is het zo dat zo'n belangrijk project, weet je, want volgens onze informatie gaat het slechts om een beperkt aantal mensen die over dit project gaan. Het gaat om zelfs ruimtes, dus fysieke ruimtes, die beveiligd zijn en waar mensen niet zomaar in mogen stappen en dat soort verhalen die ons bereiken. Dus is dat zo wat u zegt? Want nou, ik, de informatie die wij krijgen is dat de minister van Openbare Werken van alles op de hoogte is. Maar, het gaat slechts om een paar mensen die betrapt zijn met dit project. Dus je zou verwachten van als die informatie naar buiten komt, als het die informatie is die de minister van Openbare Werken bereikt, waarom is dat onderzoek niet ingesteld? Want het gaat niet om een 40, 100 mensen die betrokken zijn bij dit project. Ja, het gaat maar om een paar. Begrijp je? Ja, dus, maar zou de minister geen politieke conclusies hieraan moeten verbinden? Kijk, bovendien, er is afgeweken van procedures die gevolgd moeten worden bij dit soort IDB-projecten. Ik kan me niet indenken dat de minister van Openbare Werken dat heeft toegelaten. Dat men dus afwijkt van procedures. Men is afgeweken van de procedures en men heeft de IDB niet op de hoogte gesteld. Zo'n belangrijke afwijking. Waarom ontslaat de minister dan niet de mensen die ervoor verantwoordelijk zijn? Waarom neemt de minister van Openbare Werken niet de eigen verantwoordelijkheid? Maar je komt wel in de pers en gaat leden van de pers bedreigen. Ik denk dat de minister van Openbare Werken gaat in deze niet vrij uit. Ja, maar is goed. Maar ik denk dat de ambtenaren wellicht te veel weten over de minister, waardoor de minister de ambtenaren niet zal schorsen en ook niet zal ontslaan. Dus u begrijpt dus reden genoeg om ervan uit te gaan dat de minister van Openbare Werken boter op zijn hoofd heeft. Dus dat zou al reden genoeg moeten zijn dat de Nationale Assemblée, coalitie, oppositieleden, en dan laat de VHP er buiten dan, de leden van de VHP, want dat is de politieke cultuur in Suriname, van hun mogen we dan weinig verwachten. Maar de rest van de fracties, die hadden dus toch dan wel tot nu toe toch. Er zou eigenlijk brand moeten zijn nu in de Nationale Assemblée. Ja, maar die Nationale Assemblée functioneert ook niet, of het functioneert amper. Dus u begrijpt, de neergang van onze politieke cultuur heeft niet alleen met de coalitie te maken die nu aan de macht is. Het heeft dus kamerbreed te maken. En dat is de reden waarom we als PALU in het concept zijn uitgekomen waar we stellen, één Suriname radicaal anders. We kunnen niet doorgaan
met een voortzetting van deze politieke cultuur. We kunnen niet doorgaan met het verdelen van die samenleving en verzwakken met alle consequenties van dien. We kunnen niet doorgaan dat we eigenlijk overduidelijk correctieve handelingen plegen. We dienen het in bij het Openbaar Ministerie voor onderzoek. En het Openbaar Ministerie laat het na om het onderzoek snel te doen en af te ronden. Kennelijk om voldoende begrijpen wat voor een consequenties dat heeft in de Surinaamse samenleving. Je had eigenlijk als Openbaar Ministerie bij wijze van spreken binnen een maand dat onderzoek moeten hebben afgerond. Maar je draalt, want we zijn inmiddels ruim 6 maanden, 1/2 jaar verder. En het Openbaar Ministerie is niet in staat geweest om niet eens met 1 mededeling naar buiten te komen. Van hey, we zijn bezig het af te ronden of we zijn bezig in dit stadium verkeren we met het onderzoek. Begrijpt u? Ja. Voor ons om ons eigenlijk verschrikkelijk zorgen te maken. Dat is dus de reden waarom we dus met dat standpunt met die lijn zijn uitgekomen. We zullen echt wel dit land radicaal anders moeten gaan inrichten, radicaal anders moeten gaan besturen. Anders gaan we er niet komen. Ja, Henk, we komen binnenkort weer bij jou terug, hoor, waarbij we verder zullen doorpraten over het programma van de PALU, jullie verkiezingscampagne, wat jullie allemaal doen om de mensen te bereiken in Suriname, in het land. En we komen sowieso hierop terug binnenkort. Vanwege de tijd moeten we helaas nu afronden. Dankjewel. Dankjewel, ja, Henk, dat je ons... Het was kort, maar krachtig. Ja. We komen binnenkort bij je terug. Dankjewel dat je onze luisteraars geïnformeerd hebt over een aantal ontwikkelingen in Suriname en de voornemens van de PALU. Ja, graag gedaan. Ja, luisteraars. Dankjewel. Dankjewel. Luisteraars, we zijn gekomen aan het einde van het eerste uur van het programma Wel Geïnformeerd op zondag 4 augustus 2024. Tot zometeen in het tweede uur.